In de vroege ochtend van 29 augustus plegen 6 personen een mislukte ramkraak op een telecomwinkel aan de Spaklerweg in Amsterdam. Ondanks dat de daders 2 keer met de auto op het pand inrijden, loopt het volledig in de soep. De winkel heeft namelijk een extra rolluik, waardoor het de daders niet lukt om binnen te komen. Op 2 scooters slaan ze daarna snel op de vlucht, zonder buit. De auto die gebruikt is bij de ramkraak is de avond ervoor, op 28 augustus, gestolen vanaf de Sint-Willibrordusstraat, eveneens in Amsterdam. Het gaat om deze rode Range Rover Evoque. De sleutel is vermoedelijk gestolen tijdens een inbraak eerder die avond aan de Amstelstraat. Ook de autodiefstal loopt niet helemaal volgens plan, want de man die de auto mee moet nemen snapt niet hoe je hem aan de praat krijgt. Het gaat er erg klungelig aan toe en hij heeft hulp nodig van een andere dader. Deze man lukt het wel, waarna hij in een donkere Volkswagen Polo stapt. Van de Range Rover weten we dat hij die avond ook nog in Hoorn is geweest. De recherche is op zoek naar meer informatie over de daders. Dus, wie heeft iets gezien van de autodiefstal aan de Sint-Willibrordusstraat of van de ramkraak aan de Spaklerweg? En wie heeft de rode Range Rover Evoque mogelijk gezien in de nacht van 28 op 29 augustus, al dan niet in combinatie met de donkere Volkswagen Polo?